Hallo dames en heren, leuk dat je weer kijkt naar deze goed nieuwe vlog. Mijn naam is Sylvester Stam en ik ga nu even naar Wormerveer, want morgen is de laatste dag van de kermis op Marktplein. En ik ga daar even een aantal cadeautjes halen, ja, voor mezelf. Want ik heb een aantal punten gehaald en daar ga ik even wat leuks van halen. Dus, en ik ga daar even kijken of ik even leuke beelden kan maken van de kermis. Ik heb van de week heb ik al een paar beelden gemaakt van de attracties van mijn favoriet. Dat is de breakdance. En er staat ook een nieuwe attractie. En ja, daar krijgen jullie ook de beelden van. Nou, tot later. Alleen daar.
Van de week was ik even lekker op de kermis geweest. Ik heb een aantal beelden voor jullie gemaakt. Een paar attracties die daar stond. Voor de rest ben ik niet echt de kermis op geweest. Maar ik had vorig jaar of twee jaar daarna... had ik punten gehaald samen met mijn grote vriend. Ja, jullie zien het. Ja, mijn hamsterfamilie. Maar die wordt ook steeds groter. Dus, maar goed, ik ben nog een aantal hamsters bezig te vinden. En met die punten ben ik naar de kermis geweest. Want die kon ik alleen maar inleveren op de kermis van Wormerveer. Of bij, als ze ergens anders staan, zeg maar. Maar dezelfde, het is de coin pusher. Nou, geweldig apparaat. Maar goed, maar van die punten die ik toen heb gehaald samen met mijn grote vriend, heb ik een aantal prijzen gehaald. En die was ik vergeten te laten zien. En die ga ik nu aan jullie laten zien. Nou, als eerste heb ik hier drie glazen. Mooie, ze hadden ook nog het in het roze. Dat is een, dus drie longdrinkglazen. Een set van drie. Dan heb ik ook nog deze schattige kleine snoeppotjes. Kijk. Die zijn hartstikke klein. Dus ja, ik vond ze wel schattig. Dus ik dacht, in één heb ik al wat ingedaan. Chocola. Oh, ik ben een chocoladefreak. Dus dan kan ik ze leuk. Zo leuk neerzetten zo. Kijk. Ja, dan zijn hier. Maar goed, dat. En dan heb ik ook nog. Deze heb ik dan gebruikt. Ik heb even een beetje anders gedaan. Maar goed. Drie theeglazen. Of vier bedoel ik. Dus dat. En ja, dat is het enigste wat ik gehaald heb. En voor de rest gaan we het weer zien deze week. Ja, het is vandaag donderdag. Ja, normaal werk ik. Maar ik heb even een dagje vrijgenomen. Dus ik heb lekker eerder weekend. En voor de rest. Morgen ook. Ga ik ook een leuke video opnemen. Want na 2 jaar en 4 maanden konden we weer via Picnic bestellen. Dus moeder heb boodschappen besteld via Picnic. Maar die video zien jullie volgende week. Dus dan weer een boodschappen shopvlog. En voor de rest ga ik vandaag nog even lekker naar Zaandam. Dus en dan ga ik wel even kijken. Misschien even een ijsje eten als het heel mooi weer is. Dus, ik zie jullie later. Nou, dat was de week die ik allemaal meegemaakt heb. En met mijn moeder lekker naar de stad geweest. Lekker ijsje gegeten. Ik heb niet echt verder rest veel gefilmd. Een beetje de kermis deze week die in Wormerveer stond. En voor de rest ga ik zo meteen lekker weer naar mijn moeder toe. Even lekker voetbal kijken. En
Dan is deze zondag dan ook weer voorbij als we voetbal hebben gekeken. En voor de rest morgen weer heerlijk werken. Dus ja, dat was mijn week. Dus ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Vergeet zeker ook niet een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe video. En volgende week is de boodschappen shopvlog van mijn moeder en van mij. Van de picknick. Die, ja, dat is 2 jaar en 4 maanden terug dat we voor het laatst hebben besteld bij picknick. Dus we zijn heel blij dat picknick weer in Krommenie ook bezorgt. Dus, nou, tot volgende week.